Welkom bij Vera D. Yin Yoga Flow. En laten we starten. Kniel neer op de mat, in kniezit. En vervolgens naar de gestrekte kindhouding. Duw je af en til de heupen op in omgekeerde V. Rol naar voren in de plank. Buig de ellebogen voor de vierledige groet. En til je verder je borst en kruin op. Span je dijen en billen op en van de vloer voor de opwaartse hond. Breng je zitvlak en naar de hielen, gestrekte kindhouding. Til de heupen op in de neerwaartse hond. Rol naar voren in de plank. Buig de ellebogen, stafhouding op handen en tenen en schuif door in de opwaartse hond. En kom terug in de kindhouding. Laatste keer. Duw je af in de neerwaartse hond. Rol verder naar voren in de hoge plank. Buig de ellebogen, stafhouding vierledig. En verder naar de opwaartse hond. Laat los. Zit vlak naar de hielen. Kindhouding. Kom in de handen-knieënstand voor de dynamische kat-koe. Maak de rug hol en bol. Inademen hol. Uitademen bol. Hol, hef je hoofd op. Bol, kin naar je borst. Inademen, hol. En adem uit. Dynamische kat met beenzwaai naar achteren. Inademen, holle rug en gelijk beenzwaai naar achteren. Uitademen, handen, knieën, stand en bolle rug. Om en om, rechter en linkerbeen naar achter zwaaien, holle rug. Inademen, uitademen, rug bol. Inademen, hol met beenzwaai. Uitademen, bol. Inademen. Dynamische kat met beenzwaai naar achteren. Uitademen, bolle rug. In. En uit, wissel van been. Inademen. Uitademen, rug rond. Inademen, wissel van been. Bol. En beenzwaai. En bol. Laten we verder gaan in de gestrekte kathouding. Ons eerste yin yoga houding. Wandel met je handen ver voor je uit en leg je voorhoofd op de vloer. Strek je borst en armen zo ver mogelijk naar voren. Houd de heupen hoog, dijen haaks op de vloer. Verder rekken, kijk voor je uit en laat je borst rusten op de vloer. Richt je aandacht op je ademhaling. Diep. En rustig ademen. Voel hoe de spieren van je romp, je rug, je buik, je schouders, je armen zich rekken, zich openen.
rustig ademen, zodat je dieper in de houding komt om je te openen en te herstellen. Als je onrustig wordt, focus je gedachten op je ademhaling. Laat los, kom in de neutrale kathouding, handen en knieën. Beweeg je rechterknie naar je rechterhand. Plaats je handen naast je en rek je op. Kin ingetrokken. Rek je op van je stuit tot aan je kruin. De duifhouding. In Yin Yoga de zwaan. Opent je armen op schouderhoogte en zijwaarts naar achteren op een uitademing. Open je borst, je hartstreek. Rek je rug verder omhoog. Oprekken. Laat je aandacht glijden naar je ademhaling. Ademen. Til je armen over het hoofd. Kantel het hoofd naar achteren en richt je blik op je vingertoppen. Hou vast. Focus op je ademhaling. Adem bewust diep in. Adem uit en laat los. Eenvoudige draaiing. Zwaai je benen zijwaarts in een zeemeermin. Rug oprekken bij een inademing. En maak een opwaartse draaiing vanuit de onderbuik. Leg je hand op je knie. Of onder je knie met de pols naar buiten gericht. Steun op je andere hand. Kijk over je schouder heen. Eenvoudige draaiing van de wervelkolom. De gedraaide buikhouding is effectief tegen spanning in de nek, schouders en de ruggengraat. Blijf doorademen. Kom in kruiszit of in de vierkanthouding. Vierkant. De schenen evenwijdig aan de voorkant van je mat. Probeer de knieën dichter bij elkaar te brengen, zonder dat je voeten dichter bij je terugkomen. Knie over enkel. Buig vanuit de heupen naar voren en steun op je handen of op je ellebogen. Is dit ongemakkelijk, kom dan in de kruiszit. Voel en herken waarin je lichaam nu de spanning voelt. Je rug en onderrug. Je diepste spieren in je billen. De buitenkant van het heupgebied. Laat de spanning los en concentreer je op je ademhaling.
Kom in handen knieën stand. Adem in, maak de rug hol, blik naar boven. Adem uit, rug bol, kin naar de borst. Afwisselend bol en hol op het ritme van je ademhaling. Schuif je linkerknie naar je linkerhand voor de zwaanhouding. Heupen recht op één lijn. Verdeel het gewicht tussen je heupen. Rug oprekken. Kin ingetrokken. Ademen en vind de rust en de stilte. Strek je armen naar voren en open ze zijwaarts naar achteren. Openen van de borst. Til je armen omhoog op een inademing en hou vast. Kijk naar je vingers. Laat los. Eenvoudige draaien. Breng de knieën bijeen in de zeemeermin. Leg een voet in de holte van de andere voet. Rug oprekken. Draai de romp van het scherm weg. Plaats je hand op of onder je knie, met de pols naar buiten gericht. Steun op je andere hand, blik over je schouder. Als je verder wenst te rekken, grijp met je linkerhand je rechterbovenarm achter de rug om. Focus op je ademhaling. Kom in kruiszit, rechterbeen voor linkerbeen voor beginners. Anderen gaan van hieruit in het vierkant. Leg je schenen evenwijdig aan de voorkant van je mat. Probeer de knieën dichter bij elkaar te brengen, zodat de knie overeenkel is. Buig vanuit de heupen naar voren en steun op je handen of op je ellebogen. Laat de spanning los en concentreer je op je ademhaling. Laat de zwaartekracht je dieper in deze houding brengen. Laat je gedachten afdwalen naar je ademhaling. In rust en stilte.
Laat los en duw jezelf omhoog. Zwaai je benen naar achteren in de handen-knieënstand. Voor hol en bol op het ritme van je ademhaling. Inademen hol, uitademen bol. Laat de heupen zakken op de grond en steun op je handen en rek je op. En ga verder liggen op je buik en steun op de onderarmen, de sphinxhouding, voeten bijeen, onderarmen op schouderbreedte. Spreid je benen, hielen wijzen naar binnen, tenen naar buiten. Omsluit de ellebogen met je handen en laat je voorhoofd op de onderarmen rusten. De krokodil. Focus op je lichaam. Merk op welke spieren je voelt. Of concentreer je op je ademhaling. Ontspan en rust. Ontspan. Blijf zo lang als nodig in de krokodil. Er is geen haast bij. Tot de volgende. Daag.